Zeer snelle start van François Monten, alsof Ludo Steukers. En dat doet hij ook. Dat doet hij ook en zo sterk als op de vierde plaats Paul Kumpen als hekkensluiter. En François, in de Limburg-accorder, achterna gezeten door Winnie van Herck, Ludo Steukers, Jos Sterkens en Paul Kumpen. Als hekkensluiter. Zou François Monten op zoek zijn naar het ronde-record? Het ronde-record staat dus 2.59.96 van Martin Schanke. En de tijd zojuist van François Monten was 3.00.50. Gaat het goed? Dat wel. Ludo Steukers op die tweede plaats, maar Willy van Herck blijft daar aankloppen. Ja, op Monten staat geen maat, denk ik vandaag, dames en heren. Gaat er zeer keihard tegenaan. Ludo Steukers op de tweede plaats. Willy van Herck op de derde plaats. Zo sterk is. Vierde en vijfde Polkumpen. Wie hebben we weer aan de in de spinnenkop. Blijft Ludo Steukers die tweede plaats bezitten. En Monten probeert, denk ik toch, dat ronde-record op zijn naam te zetten. Wel in betere omstandigheden dan Martin Schanke. Maar waarom niet? Op Monten staat dus weer geen adem. Aan de leiding dus Ludo Steukers. Tweede plaats Willy van Herck, derde plaats Jos Sterkens. Tegen mechaniek of mechanische sport, dat is uiteraard het probleem. Die dat ronde record probeerde scherp te maken van Martin Schanke, als je mij vraagt. Ludo Steukers. 1, 2, oh, problemen voor Willy van Herck. In het uitkomen van de paal aan de bogen, in tweede plaats van Jos Sterkens, derde plaats van Paul Kumpen. Hopelijk niet erg voor Wim van Herck. Ja, jongen, dat moet je met je vuistje mee. Meneer Drees had bijna op aarde in je nek. Ja, nee, Willy Jong, dat is jammer. Terwijl François Monten nog zit te roken boven in de spullenkop.